Never Say Goodbye van Soul Player hier bij Wild FM. Leuk dat je luistert vanavond. En ja, we zijn hier natuurlijk weer volop aan het, ik zou bijna zeggen aan het dansen. Nee, het is hier good old times hier. Het lijkt wel een stamkroeg, want we hebben een hele leuke avond hier vanavond. Want ja, naast dat ik met een oud collega Marijke Willems hier natuurlijk gewoon aan het presenteren ben. Leuk dat je weer bent, Marijke. Ja, dankjewel. Ja, en hebben we natuurlijk weer een spraakmakende gast kunnen uitnodigen vanavond hier. Die hier aan tafel geschoven is, die ook nog gewoon een oud collega is. Dus het is hier gewoon een hele grote reunie van ik zal niet zeggen onze allereerste werkgever, maar een werkgever waar we jarenlang samen met elkaar hebben gewerkt in de communicatie, in de marketing, in de media. En dat maakt het alleen maar leuk om zo eens een beetje bij te praten tijdens gewoon werk. Wat wil je nou nog meer hier bij Wild FM? En die woensdagavond staat in het teken van Wild Fate. Uiteraard ben je misschien wel bekend met het format, maar anders ga je daar vanavond van alles over horen en over leren. Want je hebt net naar waanzinnig toffe gospel dance geluisterd hier bij Wild FM. De gospelzender van de grote Randstad. En daar mogen wij die woensdagavond leuk vullen met een goed gesprek. Eigenlijk over Wild Fate geloof. Wat is nou eigenlijk geloof in ons dagelijkse leven? Wat doet dat nou? En daar hebben we altijd een leuke gast voor uitgenodigd. Die eigenlijk vertelt wie Jezus in haar of zijn dagelijkse leven is. En wij hopen je misschien wel te inspireren, misschien in een zoektocht die je hebt. En daar hebben we vanavond wel de uitstekende gast voor gevonden, want zij werkt onder andere bij een organisatie die juist zorgt voor dat mensen meer over geloof te weten gaan komen. Los daarvan is ze namelijk zeer creatief. Ze heeft boeken geschreven en ze is een echte sportkampioene. Het is niemand minder dan Marijke Koers. Leuk dat je er bent, Marijke. Ja, dankjewel. Het is ook erg heel leuk hier om hier te zijn met jullie. Ja, nou dankjewel. En ja, dat wordt voor mij nog eventjes een Marijke. Marijke, dat is een dubbel. Ik ben benieuwd hoe je het gaat doen, ja. Joost. Nou, en die Marije, ja, die geniet lekker van haar vrije tijd natuurlijk. Dat gaat nog steeds goed, hè, Marijke? Ja, zeker. Ja, volgens mij ben je geen één keer nog de fout ingegaan. Ben je er wel een beetje trots op? Ja, nou, zeker. Nou, ja. Maar vanavond wordt het alleen maar makkelijker. Maar dan moet je vooral even de Marijke aankijken die ik eventjes wil spreken. Of daar natuurlijk de vraag aan wil stellen. En de eerste vraag daarbij is eigenlijk... Het geluksmoment. Nou Marijke, vertel eens eventjes, wat voor een geluk heb jij nog vandaag of gisteren of morgen meegemaakt? Nou, afgelopen weekend. Ah, kijk. We hebben iets met onze familie gedaan wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Wij hebben namelijk thuis een privékok uitgenodigd. Wat? Ja, wat echt gaaf. Dat was echt heel erg leuk. Mijn moeder was jarig geweest en 70 geworden. Dus dat is best een supermooie leeftijd. En we wilden iets speciaals doen. En toen kwam mijn schoonzus met het idee van... het is wel heel erg gezellig in een restaurant. Maar ook best wel rumoerig. En we wilden gewoon echt goed praten met elkaar. Gewoon gezellig. Echt op elkaar gefocust zijn. En de tijd hebben. En toen zei ze van, nou ja, wat we kunnen doen is dus een privékok uitnodigen die dan in je eigen keuken gaat koken. What? En dan zit je gewoon thuis. En dan staat het gewoon, echt serieus. Het was echt niet alleen lekker, maar ook echt super gezellig. Ja, het is echt een aanrader, vind ik. Het was echt, ik heb dingen gegeten die ik echt nog nooit heb gegeten, waarvan ik ook niet weet precies wat het was. Maar het was heerlijk. Ah, wat tof. Ja, echt heel leuk. Ja. Aanraden, mensen. Jazeker. En Marijke, heb jij een geluksmomentje? Ja, mijn geluksmomentje was vanmorgen nog. Ik kan altijd heel erg genieten als mijn jongste dochter naar school gaat. Ik ben moeder van 4 kinderen, 3 tieners. En die zijn niet meer zo van het kroelen. Maar mijn jongste dochter, als zij weggaat naar school, hebben we altijd zo'n afscheidsritueeltje. En dat vind ik echt heerlijk. Ze loopt al zelf naar school, maar als ze dan naar buiten gaat, om eerst even knuffelen. En dan kijk ik altijd, we hebben zo'n klein raampje naast de voordeur. Dus dan kan ik er altijd zien weglopen. En dan zwaaien we eerst even. En dan maken ze met de handen zo'n gebaar van hartje. Oh, ja. En daarna krijg ik ook nog een kushandje. Nou, en dan smelt ik altijd gewoon. Dat is gewoon leuk. Heerlijk. Krijg jij nog handkusjes van je dochter Joost? Nou, nee. Deze tienerleeftijd, wat zeg ik, jong volwassenen zelfs. De ene is al het huis uit zelfs. Dus en die is niet van het knuffelen sowieso niet. Dus ik zeg wel, het is 2 keer per jaar. Dat of eigenlijk 3 keer per jaar, oud en nieuw. Met mijn verjaardag en met haar verjaardag. Want dan kan ze er niet omheen. Want dan, misschien nog een 4e met vaderdag. Maar dat is misschien wel de leeftijd, denk ik. Hè? Zeker. Daar moet je in groeien om dat te geven aan je ouders. Ja. Ja, voor mij was het gisteravond nog een geluksmomentje. Want gisteren was een van mijn lievelingsmaaltjes klaargemaakt toen ik thuis kwam. Wat ik niet wist. Dus dat was echt voor mij een verrassing. Want ik hou echt wel van ik ben niet vegetarisch, maar ik ben flexitariër. Mm-hmm. En dan
Maar ik hou toch echt wel van een lekker stukje vlees. Dus mijn vrouw die had een hele goede rib-eye geregeld. Oh, wat heerlijk. Zo lekker, die was zo lekker. Ja. Ze zegt altijd wel van, nou ja, wil je hem zelf bakken? Want ik durf het niet aan. Maar dat vind ik dan ook geen probleem. Ik heb heerlijk gegeten. Dus heerlijk. Dat zijn van die kleine dingen. En ik hoop dat wij jou vanavond daaraan misschien wel aan herinneren. Aan die kleine geluksmomentjes. Dat is alleen al dat we misschien ook wel dankbaar zijn dat je opstaat. Dat je gezond bent of wat dan ook. Dus het hoeft allemaal geen grote wonders te zijn. En dat hopen we hier vanavond ook je te laten horen en te laten zien. Misschien wel door onze verhalen heen die we vanavond met Marijke gezellig hier in de studio met elkaar bespreken. En uiteraard hoort daar de beste gospel bij, zoals ik al introduceerde met nieuwe Battle Belongs. Illuminous met Battle Belongs to You hier bij Wild Fate. Bij Wild FM natuurlijk hier op de woensdag en de zondagavond. Waar wij samen met een gast, en vanavond is dat Marijke Koers, samen in gesprek gaan over gewoon het dagelijkse leven. En wat zien wij daarvan terug in ons dagelijkse leven? Hoe God eigenlijk werkt. Want dat willen we graag ook jou vanavond hier bij Wild FM laten horen. En Marijke is aangeschoven hier. En dat is dus eventjes voor mij vooral kijken in de ogen van de persoon die ik even aanspreek. Want twee Marijkes als oud-collega's is dat natuurlijk wel heel erg gezellig, maar dat kan ook spraakverwarring opleveren, maar dat gaat vast helemaal goed komen. Maar in mijn introductie zei ik, Marijke, je bent heel veelzijdig, we gaan van alles horen vanavond over je, maar onder andere ook die sportkampioen, die sportprestaties. Dan ben ik wel een beetje benieuwd naar van wat voor een sport is dat en waar blink jij zo goed in uit dan? Ja, snap ik. Nou, een sport die niet heel veel mensen spelen en dat is denksport. Ik doe aan dammen. Okay. Al jarenlang. Ik ben vanaf mijn 10e jaar begonnen en ik vind het ontzettend leuk. Ik heb het ook periodes wat minder gedaan, maar nu sinds 2 jaar ben ik echt weer actief bezig. En afgelopen jaar ben ik Nederlands kampioen sneldammen geworden. Dus dat was erg verrassend, voor mezelf ook, maar ook voor anderen. Dus dat is heel erg leuk. Maar dan heb je het over, ik denk altijd al, denk sport. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vergt het een hoop strategie, maar waarschijnlijk dus ook energie. Ja, klopt. Ja, schaken is in die zin veel bekender. En maar dammen lijkt er wel wat op, al is het wel natuurlijk een heel ander spel. Maar het kost inderdaad heel veel energie. Als ik een damwedstrijd heb gehad, ben ik echt moe. Je gebruikt je hersens zo enorm. En het is gewoon zo inspannend. En zeker als het op een gegeven moment de wedstrijd spannend wordt, dan gebruik je zoveel adrenaline. Dus ik ben altijd helemaal kapot daarna. En dan heb je het over sneldammen. Ja, klopt. En hoe moet ik dat dan zien? Is dat dan binnen een minuut of zo een hele wedstrijd afspelen? Sneldam is al heel kort, Joost. Ja, dat gaat niet lukken. ik roep maar even hoor. Ja, sneldam is meestal 5 minuten krijg je bedenktijd. Plus 5 seconden per set. Dus dat is wel echt heel snel. Dus dan moet je echt goed bedenken van wanneer ga ik mijn tijd indelen, want je kunt niet voor elke set lang nadenken. Dus dan speel je ook heel veel op intuïtie. En moet je dus ook wel weten wat je doet. Ja. En is dat sneldammen, is dat gescheiden in mannen-vrouw of is dat gemixt? Er is ook een aparte vrouwencategorie. En als vrouw kun je ook in gemixt. Maar dat zijn meestal alleen mannen. Ja, en ik ben kampioen bij de dames geworden. Zo, nou in ieder geval gefeliciteerd. Dankjewel. En ik vind het wel heel bijzonder dat je ook zegt van dat ik ook helemaal kapot ben van de adrenaline. Ik vind dat heel gaaf om eigenlijk dat je dat zegt. Dat ik denk van wauw. Ja. Dat denk jij, Marije? Marijke? Marijke, wat, en hoe goed ben jij in dammen? In dammen? Nee, ik ben niet goed in dammen. Überhaupt denk sport of niet? Nee, sowieso niet. Ieder zijn ding. Ja. Maar ik ken Marijke al best wel een lange tijd. En ik ben ooit eens een keer bij Marijke gaan kijken. Weet jij dat nog, Marijke? Ja, dat weet ik nog. Dat tijdens een wedstrijd. Belangrijk. Maar dat was geen sneldammen, volgens mij. Dat was een gewone damwedstrijd. Ja, en dan doe je juist een hele dag over één wedstrijd. Ja. En dan moest ik dus echt heel lang stil zijn, Joost. Echt stil. Ik mocht de focus niks zeggen. Is helemaal 100%. En dan moet ik dat ook zien dat je met een klok werkt. Ja. Want dat zie je wel eens met digitale klok. Met schaken zie ik dat wel eens. Ja, dezelfde klok is dat. Ja, en dan heb je die 5 minuten, dan zit er dus echt een soort van rode, noem maar even signaal op van, oh jee. Nou ja, hij loopt gewoon af, dus op een gegeven moment zie je van, ik heb bijvoorbeeld nog maar 20 seconden. En dan bij elke set die je doet, krijg je er 5 seconden bij. Dus zolang je maar binnen de 5 seconden elke set, kun je nog heel lang door blijven spelen. Ja. Maar je moet daar wel op letten, want zodra je tijd om is, heb je verloren. Dus dat wil je niet hebben. En voor mij dan wel even de nieuwsgierigheid, kan je er rijk mee worden? Nee, absoluut niet. Het is gewoon mooi om te doen. Ja, want nu ben je Nederlands kampioen. Houdt het ook in dat je dan, als je zou willen, ook naar Europees of wereldverband kan gaan? Ja, ik heb ook met het EK meegedaan. Dat was een paar maanden geleden. En toen heb ik meegedaan met EK Rapid. Daar ben ik 5e geworden. En EK Blitz ben ik 3e geworden.
Rapid en Blitz. Dat is weer net verschillend. Dus Rapid, dan krijg je 10 minuten. Dus dat is iets minder snel. En Blitz, dat is dan echt die snelle variant. Dan kreeg ik 5 minuten bedenktijd plus maar 3 seconden per set. Dus nog iets sneller. Ja. Ik vind het heel eerlijk gezegd ook een wereldprestatie, hoor. Echt. Ja, en dat zit eigenlijk bij ons aan tafel. Zeker. Fantastisch, hoor. Ja. Ik ben ook wel nieuwsgierig of ze haar passie heeft overgedragen op de kinderen. Nou, dat heb ik wel geprobeerd. maar ze vonden het een beetje saai. Dus toen zijn ze gaan schaken. Nou ja, dat is, vond ik ook prima. Ik bedoel, kinderen moeten hun eigen plan trekken. Dus ze moeten niet doen wat hun moeder wil. Maar uiteindelijk zijn ze gestopt met schaken. En heb ik één van hen wel zover gekregen om nog één keer dammen te proberen. En hij vindt het wel heel erg leuk. Dus hij is nu ook enthousiast aan het dammen. Ja, en dat vind ik wel echt heel leuk, want we kunnen gewoon samen naar toernooien toe. Ja, en als ik dan heb, dan denk ik aan dammen. Heb je dan een vereniging per dorp of stad? Of hoe gaat het eigenlijk? Ja, want, ik ben lid van een vereniging. Okay. Zelfs van 2 verenigingen. En ook een vereniging. We spelen ook een nationale competitie. Dus dan gaan we naar andere clubs toe. In het hele land eigenlijk. Dus dan speel je met een heel team van 8 tegen 8 anderen. Nou, het is ook echt een hele community dus. Ja, klopt. Nou, ik vind het ook wel knap. Want je zei, je bent toen je 10 was begonnen. Ja. Maar heb je dan al de concentratie als zo'n jong kind om zo'n spel te spelen? Nou, dat lukt me wel. Maar ik heb daar ook training voor gehad. Hoe je helemaal kan afsluiten. Oh. En ik weet nog wel dat een keer zo'n trainer zei van... Al staat de hele wereld in brand. Jij bent aan het dammen. En dat is het enige wat telt. De rest moet je gewoon maar laten gebeuren. En dus ik heb ook echt een focus. Dus vaak doe ik ook mijn handen voor me. Naast mijn ogen een soort oogkleppen. En echt alleen die partij. Dat is wat er dan gebeurt. En de rest weet ik niet. Ben ik gewoon niet mee bezig. Maar dat is wel een voordeel dan. Eigenlijk dat je die training heb gehad, ook voor je dagelijkse werk. Misschien wel dat je je even kan afsluiten van in deze tijd worden we zo afgeleid met alle mobieltjes en appjes en dingetjes op onze schermen, dat je toch even die focus kan hebben. Ja, ik kan me heel goed concentreren. Dat als andere mensen dan iets zeggen, dat ik het dan gewoon niet hoor, als ik echt in iets zit. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat voor voordelen je dat meer heeft opgeleverd, die focus. Maar daar gaan we zo eventjes meer over horen. Relentless van Reijer. Prachtig nummer, vond ik het, Joost. Goed uitgekozen. Ja, dank je. Ja, je krijgt het steeds meer te pakken, hè? Die stijl van Het is niet zo dat ik het in mijn vrije tijd ga draaien, denk ik. Maar ik kan het zeker waarderen, Joost. Goed zo. In de studio zit ook nog steeds Marijke Koers. Een veelzijdige vrouw. Ja, ze heeft... we hebben het in het hier voor de muziek hadden we het al over het snel dammen. Mm-hmm. De passie die ze heeft. Daarnaast hoorde je ook al dat ze moeder is van 4 kinderen. En ze heeft ook 2 boeken geschreven. Ja. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Want we eindigen het voor de muziek over dat je je goed kan concentreren. Dat heb je denk ik wel nodig als je 2 boeken schrijft. Ja, dat heb je zeker nodig. Want zoveel tijd heb ik niet. Dus ik moest de tijd die ik had om te schrijven ook echt heel bewust daarvoor gebruiken. Dus echt focussen. Dus ik had dan 1 vrije dag. En die gebruikte ik echt als mijn schrijfochtend. Dus dan liet ik de boel. En ook al stond het aanrecht nog vol, dan ging ik gewoon schrijven. Dat ging dat eerst. Vies aanrecht, was in de wasmand, maakte niet uit. Nou, voor dat moment even niet. Want ik kan alleen goed schrijven als mijn kinderen op school zijn. Dus dan heb ik dat het gewoon rustig is in huis. Dus dan had ik echt een paar uurtjes. En dat waren mijn schrijfuren. En dan dacht ik, de rest komt erna wel. Ja, heel goed. Ik weet wel dat schrijven überhaupt al, als je daar aan gaat denken om dat te gaan doen. We hebben daar wel meerdere afleveringen ook bij Wild Fate over gehad. Omdat we regelmatig mensen hebben die boeken, iets met boeken doen, boeken schrijven. Of daar inhoud aan geven. Dat dat sowieso al wel een heel proces is. Als je dat alleen al in je hoofd bedenkt. Van, ik kan daar wat mee. Mm-hmm. Want dat is, neem ik aan, bij jou ook. Los van focus van het schrijven. Mm-hmm. Dat je ook wel denkt van, ik heb zoveel wat ik wil vertellen. Of wat ik wil doen. Dan moet ik ergens gaan noteren. Ja, het begint bij inspiratie. En dat heb ik eigenlijk de hele week door. Dus zodra ik weer een goed idee heb. Ik heb dan een appgroepje met mezelf. En dat noem ik dan onthouden. Juist. Ja, en zodra ik weer een ideetje heb. Dan schrijf ik dat even snel op. En dan kan ik het later, als ik daar tijd voor heb. Om me erop te focussen. Dan kan ik het uitwerken. Maar anders ben ik bang dat ik het vergeet. Ja. En die ideeën, die blijven borrelen. Ja, ik ken jou aardig wat jaartjes inderdaad, maar die ideeën die houden niet op. Jouw eerste boek, want je hebt 2 boeken geschreven. Ja. Jouw eerste boek kwam in 2021 uit, geloof ik, hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen, over dat boek? Ja, zeker. Het heet Geloven en Genieten. En het is eigenlijk een persoonlijk inkijkje in mijn leven met God. En in dat boek wil ik laten zien hoe geloven voor mij werkt. Want je kunt wel zeggen, ik geloof in God. Maar wat betekent dat dan voor je dagelijks leven? En dat heb ik in dit boek willen laten zien. En ik heb dat boek toen ook geschreven omdat ik hou ervan om te spreken voor groepen.
En ik heb een keer een sprekerstraining gevolgd. En daar kreeg ik de vraag van, ja, je kunt wel graag willen spreken, maar wat is dan jouw verhaal? Wat maakt jouw verhaal uniek? Want je kunt wel wat vertellen. En die vraag bleef maar bij mij hangen. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik het voor mezelf eens opschrijven. Wat is dan mijn persoonlijke verhaal? En dat werd toen groter en groter. Dus ik was van tevoren niet per se van plan om een boek te schrijven. Maar het kwam wel tot stand en toen was ik achteraf zelf ook verrast. Je was verrast door dat er een heel boek was ontstaan, ja, eigenlijk. Precies. En toen heb ik het een vriendin laten meelezen en zij was helemaal enthousiast. En zij zei, daar moet je meer mee doen. Dat moet je naar een uitgever sturen. En ik dacht, ja, wie wil mijn persoonlijke verhaal nou lezen? Zo bijzonder ben ik toch niet. Maar zij hield vol en toen dacht ik, nou, op zich kan ik het proberen. Alleen die kans is zo klein. Uitgeverijen krijgen zoveel manuscripten. Maar toen had ik er ook voor gebeden. Want ik geloof ook echt dat God mijn leven leidt. Dus ik zei tegen God van, nou, ik ga 3 uitgeverijen aanschrijven. Er zijn er nog veel meer. Maar als u het wil, dan kan het wel in 1 van die 3. Dus ik heb toen 3 uitgeverijen gemaild. En toen was het bij de 2e raak. En toen was ik helemaal verrast. Dacht ik, hè? Het gaat echt gebeuren. Ja, mijn boek wordt uitgegeven. Ja, ja. Hoe lang gaat daar dan overheen? Is dat even een mailtje sturen met een pdfje erbij en dan krijg je binnen een dag antwoord? Nee, dat duurde wel een paar maanden. Dus ik had daar wel geduld voor nodig. Een paar maanden zelfs? Oeh. Ja. Ja. Oh, wat spannend. Ja, want ze hebben zoveel manuscripten dan op de plank liggen. Dus dat duurt gewoon even voordat je aan de beurt bent. Ja, en die titel, hè, geloven en genieten. Dat zijn nou 2 woorden. Waarom vind je die zo goed bij elkaar passen? Ja, wat mij betreft zijn dat soort 2 zijdes van 1 medaille. Omdat ik geloof, geniet ik van het leven. En ik vind het genieten om in God te geloven. Ah, bijzonder. En die titel had jij al in je hoofd toen je het boek schreef? Of kwam dat halverwege? Halverwege. Ja, zo'n, ja. Al schrijvend dacht ik, misschien dekken die 2 woorden wel de lading. Maar je vertelt in het boek heel veel over je, ja, gewoon alles over je eigen leven. Ja. Vanaf wanneer begin je, zeg maar? Ja, al vanaf jong meisje. En dus het is in die zin ook een heel persoonlijk verhaal. Mensen kunnen van alles lezen, ook over mijn gezin. Maar ik heb juist door de gewone dagelijkse dingen wil ik laten zien dat God door iedereen werkt. En ik keek altijd een beetje op tegen mensen die een boek hadden geschreven. Dat ik dacht van, oh, dan moet je wel heel wat zijn. Maar God kan iedereen gebruiken, ook eenvoudige mensen zoals ik. Ja. En hoe zie je dat ook dan? Heb je daar een voorbeeld van? Vanuit het boek of vanuit je dagelijkse leven? Dat je zegt, ja, God kan iedereen gebruiken. Dat misschien de luisteraar nu ook wel denkt van, ja, hoe dan? Of waar moet ik dan zien dat iemand christen is? Of waar moet ik dat aan merken? Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik een bepaalde gedachte heb van, oh, misschien moet je diegene een bemoedigend berichtje sturen. En dan is dat soort zo'n stemmetje in mijn hoofd. En dan kan ik denken van, oh, ik heb er geen zin in. Maar dan hoor ik dat nog een keer. En dan denk ik, nou, oké, vooruit. Ik stuur zo'n berichtje. En dan krijg ik daarna een reactie terug van, oh, dit was precies wat ik nodig had. En dank je wel, want ik zat er even doorheen. En dat voelt voor mij dan dat God mij gebruikt op dat moment om gewoon iets kleins te doen. En dan kan je daar een ander mee bemoedigen. Maar dat begint dus al met dat je eigenlijk, je krijgt een gedachte dat je daar ook een reactie op geeft. Want als je dan denkt van, ja, ik weet niet of dat nou nu wel uitkomt of ik vergeet het. Of dan. Nou, dat heb ik ook wel eens. Soms denk ik, ja, misschien is het raar als ik dat nu zeg en dan doe ik het niet. Maar dan blijft het wel een beetje knagen. En als het die onrust blijft, dan weet ik van, ja, God wil het wel echt dat ik het doe. Maar je moet dan wel gehoorzaam zijn om het ook wel echt te doen. Ja, hey, en je praat nu heel makkelijk over je geloof, zeg maar. Ben je altijd christen geweest? Ben jij gelovig opgevoed? Ja, ik ben inderdaad opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ik ben altijd naar de kerk gegaan. En er is ook geen moment geweest dat ik niet heb geloofd. Wel, als kind ging ik altijd de heel trouw, geloofde ik ook wat mijn ouders me vertelden. En toen ik tiener werd, toen zette ik wel wat vraagtekens. Je kunt niet blijven geloven wat je ouders geloven. Dus daar moet je ook je eigen weg in vinden. Dus toen heb ik wel momenten gehad dat ik wel wat twijfelde. Maar ik heb altijd mijn geloof in God vast kunnen houden. Kun je dat nog eens duiden? Van je zegt even zo snel, je moet ook gaan geloven wat je zelf gelooft. Want je kan niet geloven wat je ouders geloven. Mm-hmm. Maar hoe zie je dat? Hoe kan je dat dan duiden? Nou kijk, kinderen die geloven alles wat hun ouders zeggen. Als jij als ouder zegt Sinterklaas bestaat, dan gelooft een kind dat. Maar op een gegeven moment heb je een leeftijd dat je steeds meer eigen keuzes gaat maken. En dat is vaak in de tienerleeftijd. Dan ga je meer nadenken van hoe denk ik er zelf over. En dan ga je een beetje losmaken van je ouders. En dat is ook goed. En dan moet je zelf je weg in vinden van wat geloof ik nu zelf.
Je zei zelf al aan het begin van ik heb ook 2-3 tienerkinderen en 1 nog wat jongeren. Ja. Maar zie je dat bij hun ook, dat proces? Ja, ja, want 4 kinderen die je allemaal ongeveer hetzelfde opvoedt. Maar ze gaan wel hun eigen weg in. Dus de een gelooft heel enthousiast en is er heel veel mee bezig met bijbellezen en wil zelfs theologie gaan studeren. En er is er één die momenteel best wel wat vragen heeft van ik weet niet of ik geloof. En nou, dan gaan we gewoon zien hoe dat verder loopt. Breakout van Studio Single hier bij Wild FM met de woensdagavond Wild Fate. Leuk dat je luistert. En ja, we zijn vanavond in gesprek met Marijke Koers. Wil je nou meer al van haar weten of ben je gewoon zo nieuwsgierig dat je denkt ik ga gewoon haar googlen? Dan kan dat natuurlijk altijd als natuurlijk Nederlands damkampioene, sneldamkampioene. Maar Marijke Koers heeft gewoon ook een website, marijkekoers.nl. En we zijn met haar in gesprek vanavond over het leven met Jezus. En ik vind het al heel bijzonder dat je daar al gelijk zoveel openheid in geeft. Ook in het bijzonder in je eerste boek wat je hebt geschreven. Mm-hmm. Geloof en genieten, of geniet en geloof? Geloven en genieten. Geloven en genieten. En dat is een medaille aan 2 kanten eigenlijk. Hè? Dat heb je heel mooi uitgelegd. Heb je nou net gemist, ga dan morgen de podcast naluisteren. Via alle bekende podcastplatforms. Maar we hadden net even over in de muziek, tijdens de muziek erover, dat ik aan je vroeg eigenlijk van, je gaat beginnen met schrijven. Komt er nog zo'n punt of een soort van dieptepunt dat je denkt van, waar ben ik aan begonnen, jongens? En ik heb eigenlijk geen zin meer in. Ik hang maar dat hele boek in de wilgen, zou ik maar zeggen, en stop ermee. Ik kan me voorstellen dat schrijvers dat wel eens hebben. Ik heb dat zelf niet gehad. Ik vond het zo heerlijk om te schrijven dat ik juist jammer vond dat het klaar was op een gegeven moment. Want ik dacht van, het was zo mooi om te doen. Gewoon een heel mooi proces, ook samen met God. Want elke keer voordat ik ging schrijven, ging ik ook bidden. Wilt u mij helpen om de woorden op papier te zetten? Dus het was ook gewoon een mooi, mooi intiem moment met God. Ja, ik naar uitkeek die ochtendjes. En over dat bidden, wat je zegt, dan vraag ik aan God van help me erbij. Kreeg je dan ook antwoorden? Nou, niet letterlijk dat ik dan een stem hoorde. Maar dan kreeg ik wel de rust en de inspiratie. En dan ging het schrijven vanzelf. Heel bijzonder dat je daar ook die rust dan eigenlijk van ervaarde en voor kreeg. Ja, ja, zeker. En we hadden het eigenlijk over dat boek dat je zei van, het is een heel erg inkijk in mijn eigen leven. Ja. Hoe hebben jouw kinderen en je man ernaar gekeken dat je ook hun eigenlijk in het boek beschrijft in dat leven? Nou, dat dat ik zelf open ben over mijn eigen leven, dat kies ik natuurlijk zelf voor. Maar mijn kinderen wilde ik daarin wel beschermen. Want het was niet hun keuze dat ik een boek ging schrijven. En ze staan er helemaal achter, hoor. Maar de keren dat ik hen benoem, heb ik dat wel echt aan hun voorgelegd en hen mee laten lezen van, vind je dit oké? En dat, dus het is echt meer mijn verhaal dan hun verhaal. Maar ze komen er zeker wel in voor. En heb je daar een voorbeeld van wat in je boek beschreven staat over een situatie of over een leuke anekdote of iets dergelijks? Nou, bijvoorbeeld een situatie die ik uitgebreid heb beschreven is de zwangerschap van ons eerste. Die was heel heftig, heel spannend. Ik heb toen het helpsyndroom gehad en een insult tijdens de bevalling. Dus dat wat was gewoon wat is heel het helpsyndroom, Marijke? Ja, een goede vraag. Dat is eigenlijk dat je zwangerschapsvergiftiging hebt, maar dan in de meest ernstige vorm. Dus dan is je bloeddruk zo ontzettend hoog dat je gewoon helemaal wegraakt tijdens de bevalling. Dus ik weet het niet meer. Ik ben gewoon helemaal bewusteloos geraakt en een epileptische aanval gehad. Dus dat was heel erg heftig. En toen is gelukkig onze dochter wel op het juiste moment geboren, omdat we toen in het ziekenhuis waren en medisch personeel gelijk kon ingrijpen. Maar dat was heel heftig. En dat is wel ook haar verhaal, want het is wel haar geboorte. Juist, ja. Dus dat heb ik wel echt met haar besproken, vind je dat goed? En daar stond ze helemaal achter. En ik heb dat willen vertellen, dat hele persoonlijke, omdat ook dat weer een voorbeeld is van hoe God mijn leven heeft geleid. Want wat het mooie was, toen ik weer was opgeknapt, hoorde ik later dat een groepje collega's voor mij gebeden had op dat moment, toen het juist zo spannend was. Op het moment dat jij die epileptische aanval kreeg? Ja, dat ik zelf niet kon bidden en helemaal oud ging. Toen hebben zij voor mij gebeden. En precies op dat moment is onze dochter geboren. Nou, dat vind ik echt gewoon wonderlijk. En dan denk ik, ja, God heeft mij gespaard. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En hij heeft daar medisch personeel voor gebruikt, dat zij goed gehandeld hebben op dat moment. Oh, het klinkt wel echt ontzettend heftig. Zijn al jouw bevallingen zo geweest? Ja, ze zijn allemaal wel heftig geweest, maar de eerste het meest. Maar bij de tweede ook was er ook wel van alles aan de hand, waardoor ik ook weer op de OK terecht kwam. En de zwangerschap van de derde en vierde waren meer onder controle. Want toen heb ik een keizersnee bevalling gehad. Maar dat is ook niet niks, moet je ook lang van herstellen.
Ik moet dan wel even denken, Joost, ik weet niet hoe jij dat nou ziet, maar geloven en genieten is dan de titel van het woord. Ja. Maar dit is nou niet per se een rooskleurig moment. Nee, zeker niet. Dan denk ik bij mezelf van wow, weet je. En zit daar een lezer op te wachten, zou ik maar zeggen. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat het een afwisseling is van dat, noem maar even echt geloven hebben, dat het allemaal goed gaat komen. Ja. Dus dan houd ik ook in dat er natuurlijk genietmomenten in staan van jezelf of van het gezin ook. Ja, heel luchtige momenten, ja. En de ene keer heeft het genieten meer de boventoon en de andere keer juist het geloven. En die, het waren echt wel moeilijke jaren dat ik me op niet lekker voelde tijdens die zwangerschappen. Dus daar had ik meer geloof en vertrouwen nodig. Ja. En toen het weer beter ging, kwam het genieten veel meer om de hoek kijken. Ja. En wat zijn, noem ik maar eventjes de reviews van je boek. Wat zijn reacties die je hebt gekregen? Bijvoorbeeld van misschien van je ouders als die nog leven? Of mijn ouders goede vriendinnen? Leven zeker, ja. Nou, de reacties zijn eigenlijk heel goed, heel positief. Mensen vinden het heel knap dat ik zo open ben. En ze vinden het heel herkenbaar. Omdat ik heel kwetsbaar vertel, herkennen mensen er ook gewoon voor heel veel in. Want ik vertel niet alleen alle dingen die goed gaan, maar ook de lastige dingen. En gewoon het dagelijkse, dat ze zeggen, oh, dat herken ik wel, dat heb ik ook. Ja, en ik zou misschien nu denken, nu zit er misschien wel iemand te luisteren die denkt, ja zou ik mijn verhaal ook op moeten schrijven? Of zit iemand daarop te wachten? Wat zou jouw tip zijn? Of wat zou jou misschien jouw sleutel vanavond misschien wel voor die persoon kunnen zijn die denkt van, nou ja, misschien is dit wel het duwtje wat Marijke me nu gaat geven. Ja, nou, niet iedereen moet zijn verhaal opschrijven natuurlijk. Maar als jij wel dat verlangen hebt om er anderen mee te helpen, dan zou ik gewoon beginnen. Ik ben ook begonnen met schrijven. En het begon heel klein en het werd groter en groter. En het dan gewoon aan iemand mee laten lezen. Of nog een tweede. Ik heb uiteindelijk 3 mensen laten meelezen. En die waren alle 3 enthousiast. Ja, en dan kan je ermee verder. Maar vond je het niet ongelooflijk spannend? Je bent inderdaad echt heel... Ik heb je boek gelezen. Mm-hmm. Je bent inderdaad... Ja, je vertelt echt heel kwetsbaar over jouw leven. Vond je het niet ongelooflijk spannend dat soort de hele wereld dat kan lezen? Ja, zeker. Want ik dacht, als ze mijn boek niet leuk vinden, vinden ze mij niet leuk. Want ik ben mijn boek. Ja, dus dat vond ik zeker spannend. Maar goed, zodra ik het toen ook had uitgegeven en de reacties allemaal positief waren, was die spanning ook wel weg. Ja, en het heeft je ook geholpen met het schrijven van je tweede boek. Ja. Nou, daar zijn we ook wel benieuwd naar. Gaan we eerst even naar de muziek en dan gaan we daarover verder praten. Welkom terug bij Wild Fate. En wij praten nog steeds met Marijke Kors. En leuk dat je nog steeds in de studio bent. Dat ze niet weggerend is ondertussen, toch? Inderdaad. Nou ja, sommige mensen zijn misschien heel zenuwachtig. Nee, ik blijf nog even. Ze is wel iemand die wat van media weet en mediaervaring heeft. En zeker als je een inkijk in je eigen leven laat nemen. Nou, dan, dat is dan, ook. Ja, we hebben echt al super gaaf gepraat over jouw eerste boek, hè? Geloven en genieten. Ik neem aan dat op jouw website ook van alles te vinden is. Marijkekoers.nl over je boek. Hey, en je hebt ook een tweede boek geschreven. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen en hoe je dan... Nou ja, je hebt net je eerste boek af. Mm-hmm. Want het tweede boek is in 2023 verschenen. Ja, dus nog geen 2 jaar later. Dus dat is heel snel gegaan. Ja, nou, ik zat in de flow. Maar tijdens mijn eerste boek... Nou, ik vertelde net al dat ik daar wel persoonlijke dingen deelde. En ik vertelde daar ook al kort dat ik wat last had van haarproblemen. Dat ik last heb van schilfers. Dat heb ik al van jongs af aan. Maar ik vertelde in dat boek er niet alles over. Omdat ik dacht van ik hoef ook niet alles aan de grote klok te hangen. Mensen hoeven niet alles te weten. En toen dat boek klaar was, was mijn haarprobleem nog lang niet klaar. En toen had ik weer dat stemmetje, wat ik al eerder vanavond ook vertelde. Dat ik af en toe gewoon voel van, God wil mij iets duidelijk maken. En dat stemmetje werd luider van, misschien moet je ook meer openheid geven over je haarproblemen. En dat kon ik op een gegeven moment niet meer negeren. En toen ben ik ook daarover gaan schrijven. En toen heb ik een tweede boek geschreven. En dat heet Zelfs al jaren zijn geteld. Ja, dat is een zinnetje uit de Bijbel, denk ik. Ja, dat is een zinnetje uit de Bijbel. Dat is een zin die Jezus zelf een keertje zegt. En daarmee geeft hij aan dat hij alles van ons weet. Dus zelfs al onze haren zijn geteld. En we hebben heel erg veel haren op onze hoofd. Mensen hebben er 100.000 en sommige mensen zelfs 150.000. Dus dat kunnen wij niet tellen. Maar God is zo groot en machtig dat hij ze allemaal kan tellen. En als hij dat allemaal kan, dat betekent dat hij alles van ons weet. Ja. Hey, maar Marijke, heb je niet ook iets teruggezegd van ik wil het eigenlijk niet? Ja, dat heb ik zeker. Want in het eerste boek dacht ik, dat ga ik niet doen. Nee. Dus ik heb er toen niet veel over geschreven. En het was ook een proces. En God heeft me ook niet gedwongen om het te doen. Maar in de loop der jaren kreeg ik steeds meer vrijmoedigheid om daar wel over te delen. Omdat ik dacht, het is ook een taboe.
Maar want, hoe heet die? Want het is een hoofd. Ja, ik heb een hoofdhuidaandoening. Ja. En die heet lichen planopilaris. Dat is eigenlijk een niet zo bekende aandoening. Maar door die aandoening heb ik heel veel last van jeuk op mijn hoofd. En schilfers en haaruitval. En op die plekken waar ik heel veel schilfers heb gehad, komt op een gegeven moment littekenweefsel. En daar kan nooit meer haar groeien. In de loop der jaren is mijn haar steeds meer uitgevallen. En heb ik echt kale plekken op mijn hoofd gekregen. Maar dat speelt dus echt al jaren? Dat speelt al jaren, maar de laatste jaren werd het eigenlijk steeds erger. En nou, dat was iets wat ik liever niet wilde vertellen. Dat ik geheim hield. Dus ik kamde mijn haren altijd zo dat het niet zichtbaar was. Want ik dacht, dat hoeven mensen niet te weten. Je wilde graag mooi uitzien. Dus ik zorgde altijd dat dat zo min mogelijk opviel. Maar het werd steeds erger. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik kan het nu niet meer verbergen. En ik ging ook al jarenlang daarvoor naar het ziekenhuis, naar een dermatoloog. En allerlei shampoos en middeltjes gekregen, maar niks hielp. En ook ze wisten toen al wel dat het dit was. Ja, die naam, die onthoud ik niet. Nee, dat is liegen. Dat is de korte versie. Ja, nee, iets van 5 jaar geleden kwam toen, pas de echte werkelijke diagnose. Dus daarvoor wisten ze eigenlijk niet precies wat je had? Ook. Nee, ik was heel lang zoeken en alles uitproberen. Nou, misschien helpt dit, misschien helpt dat. Nou, en niks hielp. Word je daar niet een beetje zenuwachtig ook van ondertussen dan? Nou, ik vond het wel vervelend, ja. Maar ik geloofde ook heel erg genezing. Want ik vertelde net al dat God mij ook genezen heeft na die hele heftige zwangerschap. Dus ik heb hier ook heel veel voor gebeden. En ik had ook altijd wel geloof en vertrouwen van, nou, God kan mij genezen. Ik weet dat hij dat kan en hij is daar machtig genoeg voor. Alleen het gebeurde bij mij niet. En dus dat was een heel proces wat ik wel ook moeilijk vond. Want je vraagt iets en je weet hij kan het, maar hij doet het niet. Ja, en hoe? Oké. En hoe ging je daar dan mee om? Nou, door nog langer te blijven bidden, nog meer. Volhouden, dacht jij. Ik hou vol. Ja, precies. Want soms moet je misschien iets vaker vragen. En ik dacht, nou, als ik blijf hardnekkig vol blijf houden met bidden, misschien verhoort God me dan op een later moment. Is dit niet het moment? Maar dat gebeurde niet. En ik weet ook wel dat niet alle mensen genezen. En dat is ook heel lastig. Ook al is God wel machtig genoeg om mensen te genezen. Maar soms is dat niet de weg die iemand gaat. Nee, maar het is niet zo dat het jou heeft tegengehouden om in God te blijven geloven. Nee, want ik heb juist ook wel gemerkt dat ook al genas hij me niet, dat hij me wel heeft geholpen in dit hele proces. Ja. Ja. En hoe ervaar je dat dan nog meer? Wat ervaar je dan nog meer van? Ja, het klinkt misschien een beetje ver weg, hè, van dat je het gevoel van dat God erbij is. Maar dat horen we heel vaak terug hier bij World Faith. Ja. En dat ik dan altijd weer denk van, ja, maar wat kan de luisteraar nou? Als die misschien nu zit te luisteren ergens, dan denk je, ja, maar misschien is God er wel. Maar hoe moet ik dat dan ervaren? Ja. Nou, hoe ik dat gemerkt heb, is dan ga ik gewoon bidden. En dan komt er een rust over me heen. Dan nodig ik God uit om bij mij te komen. En hij is er altijd wel. Maar soms ben ik zelf gewoon druk. En juist als ik naar hem toe ga, door stil te worden en alles eerlijk te vertellen. Van, ik vind dit moeilijk, heb hier last van. Wilt u me erbij helpen? Dan doet hij dat ook. En dan geeft hij mij de rust. Ja. En om ook gewoon de situatie aan te kunnen, ook al verandert het mogelijk niet. Ja, je vertelde dat ook, hè, toen je begon met schrijven. Dat je ook elke keer een moment nam om even in die rust te komen. Bij God neer te leggen. Ja. En dat het schrijven dan ook heel makkelijk ging eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar er blijkt dus dat bidden, het praten met God, dat kan al zoveel eigenlijk doen. Doordat je eigenlijk dat moment neemt eigenlijk om God te vragen. Waar je dan ook bent, wat er dan ook gebeurt. Om daar ook bij je te zijn. En dan ervaar jij het zeker misschien ook wel juist omdat je dat ook weet wat dat betekent of hoe dat voelt. Ja. Maar misschien iemand die voor het eerst dat helemaal nog niet weet. Is dit misschien wel je kans om even, we moeten er even tussenuit voor de commercials. Maar dat je misschien wel denkt, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Weet je wat, ik zet die radio even 6 minuten stil. Want we zijn er even tussenuit. En ik ga ook eens praten tegen God. En misschien ervaar ik ook wel zo'n moment van rust. En juist doordat je die radio even uitzet. Want wij zijn straks gewoon weer met Marijke ook weer terug. Want ik ben echt wel heel benieuwd. Want je hebt mij heel veel geïnspireerd vanavond om nog meer aan je te vragen. Dus dat gaan we zeker zo meteen na de commercials doen. Dus blijf even hangen en tot zometeen. Yeshua met Jesus Imagine hier bij Wild FM met Wild Faith. Hier tweede uur. Leuk dat je luistert en welkom terug. Wij hebben vanavond hier in onze studio Marijke Koers.
ook meer informatie te vinden op marijkekoers.nl. Want ze heeft echt een heel inspirerend verhaal verteld. Eigenlijk over het inkijk in haar leven. Onder andere door het boek wat ze geschreven heeft. En daarna een tweede boek geschreven heeft over Al je haren zijn geteld. En daar gaan we geheid meer over horen. En natuurlijk ook wel wat ik in de introductie heb gezegd. Is dat ze bij een prachtige organisatie ook werkt. En ik ben ook heel benieuwd, wie weet, dat je daar ook nog ons wat meer over kan vertellen. Want als je bij Alpha Nederland werkt, dat is de organisatie die eigenlijk in Nederland zorgt voor Alpha-cursussen. Misschien heb je er wel als luisteraar wel eens over gehoord. Als je eigenlijk meer over het geloof, de basis van het geloof, te weten wil komen op een heel laagdrempelige manier. Nou, misschien kan je dat je daar, dat we nog wat tijd over hebben, Marijke, om daar nog wat over te delen vanavond. Zou leuk zijn. Zou leuk zijn als dat lukt. Maar uiteindelijk gaat het ook om jouw verhaal, want we willen hier bij Wild Faith ook jou een inkijkje geven in het leven van mensen samen met Jezus. Dat zijn wij als gelovigen, als oud-collega's zoals we hier zitten. En daar hebben we Marijke vanavond hier gezellig bij aan tafel zitten. Maar het tweede uur, Marijke, is altijd even de start van de tijdmachine die we gaan opstarten. Je moet altijd even uit het stof komen op die woensdag. Maar ben jij er klaar voor, Marijke? Ik ben er klaar voor. En zeker. Waar ga je ons mee naartoe nemen vanavond? Ik neem ons mee naar een verhaal wat Jezus in de tijd van dat Jezus op aarde was. En Jezus gaat dan op bezoek bij twee vrouwen, Martha en Maria. Nou, Maria was in die tijd van Jezus een heel veel voorkomende naam. Want de moeder van Jezus heet natuurlijk Maria. Dat is deze Maria niet. En er is ook nog een Maria Magdalena. Die vrouw bedoel ik ook niet. Maar Jezus gaat op bezoek bij twee zussen, Martha en Maria. En hij komt dan samen met al zijn volgelingen. Jezus had 12 discipelen, worden ze wel genoemd in de Bijbel. Maar dat zijn eigenlijk hele close vrienden die hij meenam op reis. En Jezus heeft 3 jaar lang rondgetrokken en had hij geen vaste woonplek. En deze keer was hij op reis naar Jeruzalem. En voordat hij dan in Jeruzalem aankomt, gaat hij op bezoek bij goede vrienden van hem. En dat zijn Martha en Maria. En dan komt hij opeens zomaar spontaan aan. En ik kan me zo voorstellen dat hij toen aanklopte. Ik weet niet of ze daar een deurbel hadden. En onaangekondigd komt hij zomaar op bezoek. En dan staat er in de Bijbel dat hij heel gastvrij wordt ontvangen door Martha. Martha was de oudste van de twee zussen. En ja, dat vind ik al heel bijzonder. Want zelf denk ik, als bij mij opeens zomaar 12 mensen op de stoep staan, dan denk ik, hebben we wat afgesproken of niet? Maar die cultuur daar is zo gastvrij. Dus Martha die zegt, natuurlijk, kom maar binnen, welkom. En alle 12 worden ze uitgenodigd. En Martha gaat gelijk super aan de slag. Echt hartstikke goed van haar. En ze denkt van, zo bijzonder dat Jezus aankomt. Ik ga een heerlijke maaltijd klaarmaken. Dus ze gaat gelijk in de weer, super druk en bezig in de keuken. Nou, en ondertussen gaat Jezus gewoon lekker zitten samen met zijn vrienden in de kamer. En Maria, de zus van Martha, die denkt van, wauw, wat bijzonder dat Jezus komt. Ik wil wel graag horen wat hij te vertellen heeft. En Maria ziet dat Jezus daar in de kamer zit, samen met al zijn volgelingen, zijn 12 vrienden. En ze denkt, weet je wat, ik kruip lekker stilletjes vooraan, want ik wil niks missen van wat hij te vertellen heeft. Dus ze gaat vooraan zitten aan de voeten van Jezus. En ze is helemaal gepilogeerd door wat Jezus te vertellen heeft. En ze wil eigenlijk geen woord missen van wat Jezus vertelt. Nou, Jezus vertelt een na het andere mooie verhaal. En Maria wil alles in zich opnemen, want ze vindt zo bijzonder wat Jezus te vertellen heeft. En ondertussen is Martha daarmee druk bezig in de keuken. Want ja, die denkt, die mensen moeten wel allemaal eten hebben en drinken. En ze maakt zich druk en ze denkt, oh help, wat een stress. Hoe moet ik dat allemaal voor elkaar krijgen? En op een gegeven moment denkt ze, eens eventjes kijken wat Maria aan het doen is. Misschien kan Maria me helpen, want ja, we zijn er toch samen. We krijgen samen dit bezoek. En dan gaat ze naar binnen, die kamer in. En dan ziet ze Maria daar zitten. En dan probeert ze een seintje te maken, oogcontact. Maar Maria die heeft helemaal haar zus niet in de gaten. Die is zo bezig en die kijkt alleen maar naar Jezus en wat hij te vertellen heeft. En op een gegeven moment ontploft Martha eigenlijk. Want ze denkt van, dit kan toch niet? Je laat mij al dat werk allemaal doen. En dan zegt ze tegen Jezus van, ziet u niet hoe druk ik ben? Kunt u niet vragen aan mijn zus of Maria me even komt helpen? Nou, en ik vind dat zo'n begrijpelijke reactie van Martha. En dan is het antwoord van Jezus. Dan zegt hij, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je druk over zoveel dingen.
Maar er is maar één ding wat echt nodig is, wat echt noodzakelijk is. En Maria heeft het juiste deel gekozen. En dat wordt daar niet afgenomen. Equippers Revolution met Never Let You Go. Marijke heeft ons meegenomen in de tijd van Jezus. Het verhaal van de zussen, Martha en Maria. Jezus kwam met zijn volgelingen, zijn discipelen, zoals dat in de Bijbel staat, spontaan op bezoek bij Martha en Maria. En daar stond, er werd gastvrij ontvangen. Dus Martha die schoot in de regelrol. Mm-hmm. En Maria die zette zich neer aan de voeten van Jezus. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd waarom je juist dit verhaal hebt uitgekozen. Ik heb dit verhaal uitgekozen omdat ik het een heel mooi verhaal vind. En omdat ik me ook in beide zussen herken. In beide karakters? Ja. Leg eens uit, in Martha. Nou, Martha die is natuurlijk hartstikke druk en regelen. En die doet goede dingen. Dus het is niet verkeerd wat ze doet. Het is juist heel mooi wat ze doet. Ja, dat ze moeten ook eten en alles regelen. Ja. Ja, ze had ook kunnen zeggen van nee, het komt nu niet uit. Maar dat doet ze niet. Dus het is echt mooi wat ze doet. En zo kunnen wij ook heel veel mooie dingen doen in het leven. Maar soms kunnen we gewoon druk zijn of zelfs te druk. En daar schiet Martha een beetje in door. Als je zo druk bent dat je wel aandacht hebt voor de catering, maar te weinig voor de mensen die je ontvangt, dan is het een beetje te. En dat vind ik ook het mooie van Maria. Maria is juist het andere uiterste. Die denkt van ja, ik grijp mijn kans. Jezus komt maar één keer langs. En ik ga gewoon bij hem zitten. En ik wil alles van hem horen. En dat vind ik heel mooi dat ze die keuze maakt. Want het waren wel al vrienden van Jezus? Ja. Ja. Ja, dus ze kende hem wel. En ze wist dat hij wel heel veel te vertellen had. Zeg maar. Ja, en Jezus had al heel veel meer ook buiten verteld. Dus dat hij wel eens in het veld was. En dat er heel veel hele menigte mensen naar hem toe gingen. Dus dat hebben Martha en Maria ook gehoord. Dus ja, ja. En is het, herken jij je ook in Martha omdat je zelf gewoon heel veel dingen doet en druk bent? Ja, zeker. Je kunt ook heel druk zijn met goede dingen en dat is ook niet erg. Maar het is belangrijk om daar de goede balans in te houden. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. We kunnen zo druk zijn met werk of met sport of met gezin. En dat zijn allemaal goede, belangrijke dingen. Maar het allerbelangrijkste is dat je ook je lijntje met Jezus goed houdt. Ja, ja, en hoe doe je dat in jouw eigen leven? Door af en toe echt voor te kiezen, of niet af en toe, eigenlijk dagelijks ervoor te kiezen om ook die momenten van stilte op te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als ik onderweg ben in de auto, dan kan ik gelijk de radio aanzetten. Maar ik kan er ook voor kiezen om hem eventjes uit te zetten. En dan inderdaad, wat Joost net ook zei, even ervoor te kiezen om te bidden. En dan krijg je een andere mindset. En daarna zet ik hem weer hard aan en luister ik weer mee. Ja, ja. Ondanks dat jij een druk leven hebt, zoek je dus heel bewust eigenlijk naar stilte, rustige momenten. Ja. Of 's avonds ook. Je kan zo als een automatisme je telefoon erbij pakken en gaan scrollen. Of tv aanzetten, een serie. Maar ja, we hebben wel tijd ontvangen. En je weet niet hoe oud je wordt. Maar het is belangrijk dat je die tijd goed besteedt. En je kunt die tijd ook kiezen om bezig te zijn met grotere, belangrijkere dingen in dit leven. Ja, ja. Hey, en een van de dingen die jij ook in de tijd die jou gegeven is, zeg maar, hebt gedaan, is een boek geschreven, twee boeken zelfs. Aan het eind van het vorige uur vertelde je ook al dat je een aandoening. Ik wil het ook een ziekte zeggen, maar het is geen ziekte, het is een aandoening. Klopt, ik ben niet ziek, ik voel me kerngezond, maar ik heb wel last van een hele nare aandoening, waardoor ik heel veel haar heb verloren. Juist, noem de naam nog eens. Lichen. Lichen. Dat was een afkorting, zei je. Want het is volgens mij een hele lange. Het is nog een lange woord, ja. Maar hij komt niet zoveel voor. Wat wel veel meer voorkomt is alopecia. Daar hebben heel veel mensen last van. Dat is ook heel nare aandoening, waardoor je ineens last hebt van haarverlies. Ja, maar inderdaad, je vertelde over dat je haar verloor, hè, door littekenweefsel, dat er ook gewoon geen haar meer kan groeien op jouw hoofd, voor een deel. Ja. Maar ik zie wel dat je haar hebt nu. Ja, ik heb nu een prachtige bos haar, maar dat is niet mijn eigen haar. Ik draag sinds bijna 2 jaar nu een haarwerk. Een haarwerk, leg eens uit. Is dat hetzelfde als een pruik? Ja, dat is eigenlijk een mooi woord voor een pruik. Maar bij een pruik denk ik meer aan verkleedfeestjes, carnaval en zo. In een haarwerk, dat is echt een heel mooi product wat met zorg gemaakt is. Ja, ja, daar zit het verschil in, zeg maar. Hoe lang heb je dat nou, zei je? Ja, bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar.
En weet je nog het eerste moment dat je dat dan ging dragen? Ik vond het heel erg spannend toen ik hem uitzocht. Want ik zie er gewoon anders uit. Want ik had echt een heel dunne bos haar nog maar. En echt grote kale plekken. En mijn haarwerk is echt mooi. Ik heb nu een mooie bos haar. Dus ik zie er gewoon totaal anders uit. Dus ik was van tevoren ook echt bang van, hoe gaan mensen reageren? Valt het niet op? Want ik wil eigenlijk niet dat ze het weten. Dat is gewoon niet van mij. Ik schaamde me daarvoor. Ja, dat was nog voordat jij dat hele boek hebt geschreven. Ja. Over waar je juist wel precies alles uit de doeken doet. Ja, maar eerst dacht ik van, nee, ik ga dat niet bekendmaken. Dat is gewoon iets van mij. Hoeven mensen niet te weten. En dus ik vond het dan wel spannend. Hoe gaan mensen reageren? En ik kreeg inderdaad enorm veel reacties. Want ik kreeg nooit complimentjes over mijn haar. Maar nu wel. Iedereen zei, wat zie je er mooi uit. En wat goed. En je ziet er nu helemaal niet zo vermoeid uit. Het gaat vast beter met je. Oh, echt ook je hele uiterlijk. Ja, het haar doet echt veel met je. Ja. Oh, bijzonder joh. En kreeg je ook wel vragen? Andere heel veel vragen. Ja, nou, hoe kan het dat je opeens er heel anders uitziet? Ja, dus en ik wilde niet liegen, maar ik had ook geen zin om alles te vertellen. Dus ik praatte er dan een beetje omheen. Ik zei, ja, ik heb een andere kapper. Nou, dat was ook wel zo, want ik had hem ergens anders gehaald. En dan probeerde ik het gesprek maar gauw op een ander onderwerp over te brengen. Maar ja, hoe langer dat duurde, voelde ik me daar toch niet goed bij. Het voelde niet helemaal eerlijk, alsof ik het niet het juiste zei. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik er openheid overgeven. Want ik heb ook gehoord dat ontzettend veel mensen te kampen hebben met haarproblemen. En juist als we er allemaal over zwijgen, blijft het taboe. Juist. En hoe mooi zou het zijn als we daar openheid over geven. En dan merk je dat je niet de enige bent. Dat nog veel meer mensen daar last van hebben. Ja, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is om zo'n haarstuk te dragen. Zeg maar, is het niet ongelooflijk warm en misschien ook nog schadelijker voor je huid zelfs? Ja, dat heb je wel goed ingeschat. Het voelt eigenlijk als een muts die ik opdraag. Dus op zich wel heel prettig hoor. Hij draagt fijn. Maar als ik hem de hele dag draag, krijg ik op een gegeven moment er wel jeuk van. Het is inderdaad ook warm. Maar zeker je had zomers. Al heel veel jeuk, dus dan is het misschien dubbel op. Ja, dus jeuk. Dat is nog erger. Dus zodra ik nu naar huis ga en thuis ben, dan doe ik hem ook gelijk af. Het is een beetje net als dat ik bijvoorbeeld krappe schoenen draag. Zodra je dan thuis komt, gooi je die aan de kant. Nou, dat doe ik nu ook met mijn haarwerk. Ja, ik gooi het niet. Ik zet hem netjes op een standaard. Juist, maar wel heerlijk vind ik een verademing om dan af te doen. Ja, maar je bent er wel heel blij mee. Ja, want ik voel me daardoor wel veel zelfverzekerder. Ik zie er nu gewoon mooier uit. En is het ook belangrijk? Is het zo, je zegt net van eigenlijk als ik de deur uitga, doe je hem ook wel eens niet op dan als je de deur uitgaat? Dat vind ik ook wel een goede vraag. Ja. Tot nu toe heb ik hem eigenlijk bijna altijd nog opgehad. Alleen een paar maanden geleden, toen ijs lag en met schaatsen, toen was het zo koud. Toen wilde ik gewoon een echte muts dragen. En dat lukt niet goed op mijn haarwerk. Dus toen had ik ervoor gekozen om hem af te doen. Maar dat vind ik dan ook heel spannend. Dan denk ik ook van, ziet iedereen het? Ja. En sommige dingen zijn ook een uitdaging. Zoals kinderen willen graag een keertje met me gaan zwemmen in een binnenbad. En ja, dan moet ik ook zonder haarwerk zwemmen. En een badmuts kan ik niet, want mijn hoofdhuid is echt overgevoelig. Dus dan moet ik er echt voor kiezen om... Ja. Maar jouw haarstuk kan niet tegen het water of zo, tegen het chloor? Tegen chloor, klopt. Want anders zou je er misschien nog iets overheen... En dan blijft het ook niet goed zitten. Dan ben ik ook bang dat hij afgaat. En dat lijkt me ook echt een drama. Oh, ja. Ik heb het ook één keer... Bijvoorbeeld wind is ook een ingewikkelde. Als het hard waait, dan... Hij zit gewoon goed, mijn haarwerk. Maar ik heb één keer gehad op de fiets... was het windkracht 5 of zo, niet eens extreem. Maar, of misschien hooguit 6. Maar dat hij door een enorme rukwind opeens afging... Nou, dat is gewoon heel erg vervelend als je dan op de fiets zit en dat je denkt, oh, iedereen kijkt naar me. Ja, dit was Roberto Rosso met Here With Me. Nou, dat is een prachtig nummer waar we ook eigenlijk denk ik wel een mooi signaal krijgen dat God altijd bij je is. En ik denk dat Marijke daar al heel veel over gezegd heeft. Dat ze eigenlijk zegt, ik pak die tijd, die rust, dat moment om eigenlijk even met God te praten, door te bidden. Hè, eigenlijk gewoon even, gewoon mijn... vreugde, maar ook mijn sorris eigenlijk eventjes bij hem te leggen. En we hadden het voor de muziek over je haarwerk, je haarstuk waar je het over hebt. En dat daar eigenlijk een heel nieuw leven bijna door ontstaan is. Hè? Ook in hoe je dan naar buiten gaat en, hè? En dan thuis komt. En eigenlijk dat ding gelijk eigenlijk netjes op een standaard zet. Niet in een hoekje smijt, dat zei je ook netjes. Maar je zei wel van, je bent wel... eigenlijk anders. Hè? Mensen zeggen, hey, wat ziet je haar, wat zie je mooi, wat zie je er uitgerust uit? Dan ben je eigenlijk een soort, ik noem het maar even, de boel aan het flessen. Terwijl dat niet zo is. Want jij voelt je wel in zelfverzekerder. Je merkt ook dat je daarin ook anders staat. Maar hoe moet ik dat nou in de verhouding zien tussen, noem het maar even, de social media, waar we ons mooier voordoen dan we zijn?
En een haarwerk opzetten waar je dan eigenlijk ook anders bent dan dat je misschien bent. Want dat in ieder geval in uiterlijk. Ja, ja. Nou, ik denk dat mensen daar allemaal zelf hun eigen keuze in moeten maken. Ik zeg niet dat iedereen die een haarwerk draagt daar openheid over moet geven. Maar mij heeft het wel geholpen om daar gewoon heel puur en eerlijk in te zijn. Maar dat is ook omdat dat past bij mij. Ik ben gewoon een heel open blad. En in mijn boeken ook, waarin ik alles gewoon heel kwetsbaar en eerlijk beschrijf. Maar ik denk, hoe meer we van onze kwetsbaarheid laten zien, hoe meer we daar ook anderen mee kunnen helpen. Omdat iedereen te maken heeft met geheimen of dingen waar hij niet trots op is of liever niet plaatst, inderdaad, op de sociale media. En als we dat kiezen om wel te doen, dan verbinden we ons met andere mensen. Want als ik het nu vertel, dan komen nu ook zoveel mensen naar mij toe om te zeggen van, oh, ik heb dit ook, of ik ken iemand die dat of dat heeft. En dat hoeft niet per se met haar problemen te zijn. Kan ook iets heel anders zijn. Maar juist als je ergens niet over kan praten, kan het ook eenzaam voelen. Want dan heb jij een geheim waar je wel vol van bent, wat je heel erg raakt, maar je kan het niet kwijt aan anderen. En ik heb ontdekt dat het mij heel erg heeft geholpen door er gewoon open over te zijn. Neem je ook de lezer in jouw boek ook zo mee? Met ja. Eigenlijk zo hoe je je voelde en eigenlijk mm-hmm. hoe je nou ja, bent geworden, de nieuwe ja. Marijke. Met ja. Eigenlijk niets anders dan alleen maar een haarwerk op. Ja, want ik ben nog dezelfde Marijke. Maar ik heb de lezer inderdaad meegenomen omdat het een heel proces is. Ik was er eerst niet aan toe om mijn openheid over te geven. En toen was dat ook goed voor dat moment. Vond ik het prettig om het gewoon nog bij mezelf te houden. In de loop van de tijd merkte ik dat het goed is om die openheid wel te geven. En dat is denk ik ook een procesje van heling geweest. Iets wat ik eerst nog niet kon en nu wel. Ja, dat vertelde je ook wel. Hè? Dat je eigenlijk je eerste boek had je nodig om te schrijven, om vervolgens ja. Het tweede boek te kunnen schrijven. Ja. Ja, ja. Voel je ook echt anders nu? Nou, heel anders niet. Ik voel me wel zelfverzekerd en ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Maar van tevoren zag ik er tegenop. Want ik vond het wel een heel groot iets. Ik dacht, hoe moet ik dat dan vertellen? En in mijn hoofd maak ik het dan heel groot. Terwijl mensen ontzettend relaxed reageren. Dat ze dan zeggen van, nou, maar het is toch mooi. Ja. En voor andere mensen maakt het niet uit. Of nee. Het nou mijn eigen haar is of niet. Nee, en inderdaad heb je het eerst aan de cirkel van mensen om je heen verteld. Ja. En steeds verder. Klopt. Eerst gewoon familie, vrienden en dan toen collega's. En toen op een gegeven moment toen ik wist van nou, mijn tweede boek ga ik erover uitgeven. Straks kan echt iedereen het lezen. Dus nu mag ook iedereen het weten. Maar het is niet dat ik het gelijk in ieder eerste contact vertel. Want ik ben meer dan mijn haarprobleem. Ik ben gewoon mijn rijke en een veelzijdige vrouw en dat blijft. Ja, maar ja. Dit is wel een onderdeel van mij. Het is wel eigenlijk taboe doorbrekend, hè? Zo'n boek. Ja, en Joost. Misschien denkt ook iemand wel die zit te luisteren. Die denkt wel van, ik vind het wel heel erg een stap voorwaarts. Je hele, zelf helemaal opengeven. Ja. En ik begrijp ook dat in je boek reflectievragen bijvoorbeeld staan. Ja. Dus iemand die leest. Maar wat zijn dat voor vragen? Komen er dan langs, onder andere? Nou, dat zijn vragen waarbij je even stilgezet wordt bij jezelf. Van hoe zou ik dat doen? Of hoe denk ik daarover? Gewoon om even na te denken en te reflecteren. Omdat als je aan het lezen bent, kun je ook alsmaar doorlezen. En je hebt het zo ineens uit. Maar het is ook goed om even rust te nemen. En even te kijken van wat heb ik nu gelezen? En hoe zie ik dat? En is er ook iets waar ik misschien een geheim in heb? Of openheid over kan geven? Of iets wat ik tegen God kan zeggen of vragen? Je hebt dat nu, dat zeg je nu. Nu denk ik ook misschien wel iemand zit te luisteren vanavond of luistert de podcast terug en denk ja, ik heb daar ook best wel last mee. Of ik denk ook wel bij mezelf steeds van, hoe kan ik dat taboe doorbreken? En jij hebt dat onder andere van je afgeschreven. Heb je nog andere tips of dingen die je denkt van, nou, dit heb ik wel geleerd voor iemand die thuis, die nu zit mee te luisteren? Nou, wat ik geleerd heb is dat je het in je eigen hoofd groter maakt dan het is. En door het juist openheid over te geven, wordt het probleem minder groot. En dat kun je oefenen door inderdaad mensen die je heel erg vertrouwt, die gewoon dicht bij je staan. En dan merk je hoe relaxed anderen reageren, begripvol. En dan wordt het ook steeds makkelijker om het breder te vertellen. En ik heb ook gemerkt hoe het andere mensen helpt. Dus ik krijg er zelf ook voldoening van terug.
Want 1 op de 4 mensen krijgt ooit in zijn leven last van haarproblemen. Dat is superveel. Ja, dat, nou, dat wist veel. Ik niet. Nee, ik ook niet. En nee. Juist omdat je er weinig over leest, denk je van, ik ben een van de weinigen. Ik kan het aan iemand vertellen. En nu ik het vertel, komen ook allemaal mensen naar mij toe en zeggen, ik heb dit. Of kan ook iets heel anders zijn. Pas zei iemand, ik krijg een kunstgebit en zij is nog heel jong en ik schaam me daar zo voor. Want dan ben ik een dag zonder tanden. En nou, dat kan ik me ook voorstellen dat ook als een taboe voelt. Dat wil je niet vertellen, maar voor jezelf is het iets heel groots. Ja. En zo ja. hebben we allemaal onze dingen waar we onzeker in zijn. Of, ja, nou in die zin zou ik ook als is het ook voor een niet-christen misschien wel een mooi boek om te lezen. Zeker, het is voor iedereen heel goed om te lezen. En ook al heb je zelf geen haarprobleem, dan helpt het. Dan kan je je verdiepen in iemand die het wel heeft. Maar iedereen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met teleurstellingen. En dus dit boek is wat dat betreft voor iedereen. Ja, en oh. Ja, allebei vragen heel goed. Nee, de dames gaan voor. Nou, je hebt het over teleurstellingen. Ja. En we hebben het eerder in dit programma gehad over onverhoorde gebeden eigenlijk. Hè? Je bent niet genezen. Nee. Hoe sta je daar nu in? Ik heb daar nu vrede mee. Ik vond het een periode lastig, omdat ik heel graag wel genezen wilde worden. Hoe fijn zou het zijn als ik geen jeuk meer heb en als mijn haar gewoon weer gaat groeien. Dat zou ik nog steeds heel mooi vinden. Maar ik heb dat nu wel af kunnen sluiten, omdat ik weet, ik ben ook echt, dit is ook niet te genezen of er moet echt een wonder gebeuren. Maar ik heb die keren dat de laatste keren dat ik ervoor bad, heb ik ook echt heel erg gemerkt dat God heel dichtbij kwam. En dat ik ook, terwijl ik dan bad voor genezing, niet genezing ontving. Maar wel zo'n vrede van binnen voelde. Dat ik helemaal blij werd van binnen. En echt merkte, God is erbij. En dat ik ook ontdekt heb dat, kijk, wij gebruiken soms God als iemand van wie we graag antwoorden willen hebben. Of een verhoring van iets. Maar God wil het liefst bij ons zijn. En God is meer dan wat hij geeft. Hij is de gever. En wij willen vaak de cadeautjes van hem krijgen, maar het draait om hem. En ik heb ontdekt door juist op de momenten dat ik teleurgesteld ben, dat hij me dan kan troosten, dat hij dan zo dichtbij is, dat dat nog mooier is dan genezing zelf. Hij staat eigenlijk bij jou, naast jou, loopt met je mee, bedoel je dat te zeggen? Ja, zeker. Ja. Dus ondanks dat jij niet genezen bent, nu nog. Mm-hmm. Het kan natuurlijk nog altijd. Maar ik vraag er nu niet meer om. Want het is voor mij gewoon nu goed. Ja. Maar je hebt er nu. Kan ik zeggen dat je vrede hebt met het feit dat jij dit hebt? Ja, ik heb het helemaal geaccepteerd. En ik heb nu ook ontdekt dat het nu voor mij mijn weg is. Dat ik dit nu openheid over kan geven. En daar ook anderen mee kan helpen. Ja, dit was Sunday met Preach. Ja, heerlijk, zo'n nummer hier bij Wild FM. Zo, om te relaxen op de woensdagavond. Want gospel dance is natuurlijk ook in alle varianten en in alle hipheid te horen hier bij Wild Fate, hier op Wild FM. Leuk dat je luistert. We zijn in gesprek met Marijke Koers. Meer informatie over haar kan je sowieso op haar eigen website vinden, marijkekoers.nl. En daar kan je allicht ook meer over haar boeken te weten komen en misschien ook wel aanschaffen. Die zijn misschien ook wel groots te koop bij de bol.com-achtige bedrijf, maar daar komen of we straks mij, in. Of bij jou, gewoon via de website, toch? Dat is het allerbeste, want dan verdien je eigenlijk er ook nog wat mee, geloof ik, wat meer. Nou, dat is mijn doel niet. Nee, hoor, ik vind het gewoon leuk. Dan kan ik ze zelfs signeren als mensen dat willen. Dat is wel heel persoonlijk. En je hebt al zoveel persoonlijke dingen gedeeld vanavond hier bij ons, Marijke, waarin je juist ook hier in het vorige blokje ook zei voor de muziek van geloof. Ik heb nog steeds geloof dat ik ook genezen kan worden. Alleen ik heb het wat meer naast me neergelegd. Van dat ik ook gewoon zie, God werkt sowieso door me heen. Met me, door mijn leven heen. En met haar werk of zonder haar werk. Dat maakt niet uit. En God kan het. Maar daarin zie ik ook gewoon dat God werkt. En dat is sowieso iets heel bijzonders. Mijn vraag eigenlijk was, die Marijke en ik hadden tegelijk een andere vraag. Maar die komt nu beter uit eigenlijk. Je vertelde eigenlijk ook van, ja, ik zet het op als ik naar buiten ga. Ik ben niet een andere Marijke. Misschien van de buitenkant wel, maar van de binnenkant niet. Zoals ik precies doe. Maar mijn vraag is eigenlijk, als je dat dus opzet, maar hoe kijk je naar andere mensen? Dat je nu opeens denkt van, ja, ik heb echt een mooie bos haar gekregen. Een nieuwe uiterlijk. Heb jij ook een haarstuk op? Of heb jij een extension? Of is dit je eigen haar? Loop je ook zo over straat? Nou, wel grappig dat je dat vraagt. Want sinds ik dus een haarwerk draag, zie ik het wel meer. Eerst was ik daar gewoon nooit mee bezig. En dacht ik daar niet aan. En wist ik ook niet dat er zoveel mensen dus een haarstuk dragen. Maar nu ik weet dat 1 op de 4, 5 mensen dat heeft. Dus, let ik er wel meer op. En valt het me meer op. Ik weet meer soort hoe ik moet kijken. En dan zie ik het wel meer inderdaad.
En dan zie je het bijvoorbeeld meer aan een bepaalde glans. Of dat je denkt van nou, er zit geen enkele grijze haar in ja, die 100.000. Ja, of zeker ook als je mensen vaker tegenkomt. Dat het altijd wel aardig hetzelfde zit. En je kan het gewoon op een bepaalde manier zien. Het is dan net wat voller. Of bij de lijntjes, bij de randen is het dan net wat anders. Maar ik wil er ook juist weer niet te veel mee bezig zijn. Nee. Want ik wil het ook niet te groot maken. En mensen zijn gewoon mooi zoals ze zijn. Ja, zou je het ook durven vragen, wijze van spreken? Als je bijvoorbeeld iemand kent op je werk. Of zo, of in de kerk of in privé, dat je denkt van, ik weet het niet, maar mag ik jou misschien wat vragen? Ja, dat is wel een heel persoonlijke vraag. Ik zou dat alleen doen als ik daar ook echt de ruimte voor heb. Ik zou dat niet doen als ik bijvoorbeeld aan het winkelen ben en in de supermarkt heel kort iemand zie. Nee, dat zou ik niet doen. Daar kan iemand zich ook niet prettig bij voelen, bijvoorbeeld. Dus dan je moet wel de ruimte hebben om in gesprek te gaan met elkaar. Ja, had je het zelf ook niet fijn gevonden als mensen het aan je hadden gevraagd? Nee, klopt. Nee, zeker niet. Nee. Het is gewoon wel een heel, heel persoonlijk iets. Mensen voelen zich er wel kwetsbaar onder. Nou, het is ook een kwetsbaar onderwerp. Ik vind het echt heel erg dapper dat je daar echt een heel boek over hebt geschreven. Ik was nog even benieuwd over je kinderen. Ja. Hoe die daarmee omgaan. Ja, nou, die moest in het begin wel heel erg wennen. Toen ik voor het eerst mijn haarwerk uitzocht, toen heb ik echt een foto gestuurd van ik kom zo thuis en zo zoek ik eruit. Oh, dus ja, daar kon ze echt even wennen. Ja. Ja. En ze reageerden allemaal van, ik moet er wel aan wennen. Oh, het is wel heel anders. Maar inmiddels zijn ze er wel helemaal aan gewend. En ze zien me dus ook heel veel zonder. Ik wou net zeggen, ze zien je ook zonder haarwerk. Ja, ja. En mijn haaruitval is nu meer dan ooit, want sinds ik een haarwerk draag, daar gaat mijn eigen haar niet goed op. Nee, dus nee. Dat zien ze ook, dat ik wel steeds kaler word. En dat vinden ze vervelend voor mij. Ach. Maar ze zijn er ook aan gewend. En je partner? Ja, die hetzelfde. Die leeft met mij mee. Hij was zelf ook al heel jong kaal. Al voor zijn 20ste. Dus hij weet ook hoe dat is. Ja, en ook voor mannen kan dat ook lastig zijn. Hè? Bij mannen weten we dat dat kan gebeuren, dat je kaal wordt. Maar heel veel mannen hebben daar ook moeite mee. En die willen ook helemaal niet al op jonge leeftijd kaal worden, bijvoorbeeld. Nou, Rodé heeft bijvoorbeeld, onze jongste heeft wel eens gezegd van, nou, ik heb twee mama's, mooie mama, mooie Marijke en gewoon mama, zo zei het. Oh, wat ontroerend, vind ik best wel ontroerend, vind ik dat om te horen. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, een van de dingen die mij ook nog triggert eigenlijk, want we hebben nog zoveel te vragen eigenlijk, maar de tijd is echt serieus altijd beperkt, ook bij Wild Fate. Maar één ding is, je spreekt ook veel door het land heen, dat heb je ook in de introductie gezegd. Mm-hmm. Spreek je ook hier over bewust over dit onderwerp, of word je daar ook voor gevraagd, of is dat eigenlijk meer iets wat dan ook bijvoorbeeld wel eens ter sprake komt als je daarop voorbereidt? Ik word er bewust voor gevraagd en ik vind het zelf ook mooi om te delen. Maar ik spreek ook over andere thema's. Maar welk thema ik ook bespreek, ik vind het goed om ook altijd iets persoonlijks over mijn eigen leven te delen. Want dan breng je het dichtbij. Je kunt het over grote thema's hebben, bijvoorbeeld over gebed. Maar hoe doe je dat dan zelf? Ja. Dat vind ik altijd wel mooi om juist die persoonlijke touch mee te geven. Ja, en als het gaat over natuurlijk persoonlijk delen van wat je doet over je geloofsleven, dan werk je ook bij een hele bijzondere organisatie in Nederland, zelfs wereldwijd volgens mij, Alpha Nederland. Mm-hmm. Daarin wordt ook juist iets gedaan met het delen van persoonlijke dingen, neem ik aan. Ja, Alpha Nederland geeft de Alpha uit en dat is een serie avonden waar mensen op een hele laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het christelijk geloof. En dat zijn gewoon eigenlijk hele leuke avondjes uit, waarin je gezellig met elkaar gaat eten en leuke gesprekken hebt. En ook een beetje de diepte ingaat van, is er wel meer in het leven en hoe ziet het er dan uit? En ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi om daar als communicatieadviseur voor te werken. Maar ik geef bij mij in mijn woonplaats Papendrecht zelf ook de Alpha. Want dat vind ik ook gewoon heel erg mooi om zelf te doen. Je geeft de alfa. Hoe moet ik dat zien? Nou, ik ben dan gespreksleider. Dus dan als er weer een alfa is, ongeveer 10 avonden. En twee keer per jaar geven we dan een alfa. En dan kunnen mensen zich voor aanmelden. Dat is helemaal gratis. En dan hebben we 10 mooie avonden. Dat we lekker eten met elkaar. Goede gesprekken hebben. En het is gewoon tof om te doen. Er ontstaan nieuwe vriendschappen. Ik vind het verslavend leuk. Dus verslavend leuk? Maar even nog even terug over. Dan denk ik bij mezelf van, oké, laagdrempelig. Wie komen daarop af dan? Ik bedoel Alpha cursus. Misschien heb je al zo'n mega billboard trouwens gezien langs de snelweg. Ja, schuif maar, aan. Hebben we nu een campagne. Heb je vast wel eens gezien. Ja, er komen heel veel mensen op af. Inmiddels hebben al bijna 400.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd. Nee, niet zoveel. Ja, echt heel veel. En wereldwijd wordt het gegeven. Echt in bijna alle landen en talen. Het is echt een heel tof concept.
Maar je, even nog zelfs voor mij terug. Dan denk ik bij mezelf van, we hebben al regelmatig iemand van Alfa Nederland ook hier in de uitzendingen gehad van Wild Fate. Mm-hmm. Jij werkte dan nu toevallig ook. Dus dat komt dan ook mooi bij elkaar. Maar dan denk ik bij mezelf van, hoe zou mijn nieuwsgierigheid getriggerd zijn om daar aan te haken bij mensen bijvoorbeeld die ik niet ken? Of is dat niet zo? Want eigenlijk is het belangrijk een persoonlijke uitnodiging te hebben van iemand die je wel kent. Ja, het leukste is om gewoon, als je er zelf naartoe wil gaan, je kan altijd je aanmelden. Je bent altijd welkom. Maar het is ook heel tof om iemand uit te nodigen en samen met iemand naartoe te gaan. Ja, en dan hebben we het over geloofsvragen. Ja. En dan of geloofsvragen. Ja, dan kan ik me denken, ja, je hebt eigenlijk net een paar dingen ook zelf in het hele gesprek wel genoemd. Hè? Van ja, God die is er wel, maar God geneest uiteraard ook. Ik kan heel veel vragen hebben. Zijn dat ook vragen die je dan behandeld tijdens de 7-10 avonden? Het leuke van de Alfa is dat je dus zelf ook al je vragen mag stellen. Dus het is heel erg interactief. En het is niet dat één iemand gaat vertellen, zo zit het. Nee, je gaat gewoon met elkaar in gesprek. En dat gaat over echt de hele basale dingen. Van is er wel meer in het leven? En wie was Jezus eigenlijk? Dus je hoeft niet een bepaalde voorkennis te hebben. Iedereen is gewoon welkom. En ook als je anders denkt over geloof. Of je gelooft niet. Of op een andere manier. Iedereen is gewoon welkom. Dat is juist mooi in de gesprekken. Want dan heb je andere inzichten. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te denken. Battle Cry van Neon Father Remix hier bij Wild FM bij woensdagavond Wild Fate. Zoals je gewend bent als je regelmatig luistert naar Wild FM en misschien ook wel vaste luisteraar bent van ons. En dat horen we ook graag van je. Dus laat gerust ook je reactie achter of luister morgen nog een keer de podcast terug. Of ga hem ook delen, want Marijke Koers heeft vanavond echt heel veel gedeeld over haar persoonlijke leven. Ook over wat de impact is om een inkijkje te geven in je leven. Maar ook over de haars ziekte die ze heeft en daar zelfs een boek over heeft gemaakt. En dat kan je allemaal vinden op haar eigen website marijkekoers.nl. Daar kan je ook een boek aanschaffen. En ja, doe je dat nou, dan signeert ze hem allicht ook wel speciaal voor jou als je daar om vraagt. Dus ga naar haar website marijkekoers.nl. En net voor de muziek hadden we het er eigenlijk over van waar je werkt. Waar je werkt bij Alfa Nederland. Mm-hmm. En we hadden het al even over de grote campagne die Alfa vaak ook doet via de billboards. Waar mensen misschien ook wel juist in die auto nadenken over de doel van het leven, de zin van het leven. Die muziek even uitzetten waar we het al even over hadden tijdens de reclames. Want dat is vaak misschien wat minder relevant voor je. Omdat je graag meeluistert ook naar een uitzending van ons. En Alfa Nederland heeft allerlei cursussen over het geloof, over de basis van het geloof, waar je allerlei vragen kan stellen, zei je. En jij bent onder andere zelf cursusleider in Papendrecht, waar je woont. Mm-hmm. En jullie beginnen met eten. Ja, zeker. Maar wat een werk, denk ik alleen al, van misschien wel 10, 20, 30 mensen. Maar waarom met eten? Nou, met eten is gewoon leuk, is gezellig. En dan heb je gewoon de mooiste gesprekken. Dan ontstaat een verbinding. En dat is gewoon heel tof om dat met elkaar te hebben. En niet gelijk helemaal de diepte ingaan, maar gewoon eerst heel laagdrempelig, gezellig tijd met elkaar hebben. Dat breekt vaak het ijs hoor, op die manier ook. Ja, het is gewoon, zijn gewoon leuke avonden waar je naar uitkijkt. En waar worden dat soort avonden gegeven? Bij mensen thuis of in kerken of zo? Bijna in het hele land. We hebben een website alfacursus.nl. Daar heb je een soort landkaartje. Daar kan je zien waar alle cursussen gegeven worden. In bijna alle plaatsen. En het wordt dan inderdaad in kerken gehouden. Maar ook in buurthuizen of bij mensen thuis. Dat is eigenlijk heel verschillend. Ja, je hebt ook, je zegt zelf ook wel van, je bent zelf cursusleider. Mm-hmm. Maar je zit ook in de communicatie van van de organisatie Nederland. Mm-hmm. Heb je misschien Een leuke reactie of een anekdote van iemand die echt iets zei over van, joh, ik ben zo binnengekomen en zo naar buiten gegaan of juist iets anders? Nou, iedereen heeft eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ik heb nog nooit iemand gehoord die spijt had dat hij de Alfa heeft gevolgd. Afgelopen jaar was er bij mij bij de Alfa een dame van wel 80 jaar en die had echt al geen 40 jaar een kerk van binnen gezien. En die dacht van, misschien ben ik wel te oud om een Alfa te volgen. Maar ze was meegevraagd door een buurvrouw. En ze is gewoon helemaal opgebloeid. Ze zei, dit had ik eerder moeten doen. Wow. Van 80 jaar? Ja. Ja, maar ik hoor hier al, het is voor van jong tot oud. Ja, voor alle leeftijden. En we hebben juist voor jongeren hebben we ook Alfa Youth. En dat is, ik meen iets van 15 tot 18 jaar. En dat is ook gewoon heel erg leuk, dat ze met leeftijdsgenoten. Maar voor volwassenen is het van 18 tot 100. En uiteindelijk is de essentie van Alfa Alfa Cursus is eigenlijk om de basis of een soort van geloofsvragen beantwoord te krijgen. Ja, en daar met elkaar over in gesprek te gaan. Want
iedereen heeft zijn eigen meningen. En het is gewoon mooi om dat te delen en van elkaar te horen. En iedereen heeft vragen en alle vragen doen ertoe. Dus je mag gewoon al je vragen stellen. Ja, nou, je leest het tegenwoordig ook best wel vaak, hè, Joost. Van dat mensen toch wel echt op zoek zijn naar een stukje zingeving. Ja. Ja, wat vind je nou zelf het mooiste van het cursus leiden van Alpha? Om te zien dat mensen helemaal opbloeien. En dat ze echt verrijkt weer weggaan aan het einde van de cursus. En dat is niet alleen verrijkt qua kennis, maar er ontstaan nieuwe vriendschappen. En mensen krijgen meer richting in het leven. En meer duidelijkheid over de vraag van waarom ben ik hier in het leven en waar ga ik naartoe. Ja. En dat gun je mensen gewoon. En het is gewoon gaaf om mensen daarna te zien stralen. Ja, fantastisch. Nou, je straalt zelf ook, by the way. Nou ja, volgens mij heb je vanavond ook echt heel veel... zoals je zelf al eigenlijk meerdere keren hebt gezegd, de open boek willen zijn, ook hier vanavond bij ons in de uitzending. En ik hoop er ook misschien wel dat je getriggerd bent door toch ook naar Marijke haar website te gaan. Of als je misschien dat niet durft, of als je denkt van ik wil meer weten over Alpha cursus. Nou, dat heb je ook genoemd, maar denk je nou wel van joh, ik weet het niet. Ik wil dat nog anoniemer doen of ik wil me daar laten leiden. Kan ook door ons gewoon een mailtje te sturen naar studio@twr.nl. Daar kunnen wij je eventueel naar Marijke, aan Marijke koppelen. Als je zegt van joh, ik wil echt eventjes meer daarvan weten. Maar dat uiteraard via haar website kom je ook bij haar persoonlijk terecht. Als je wil meer over die Alpha weten of je bent even vergeten. Waar was het ook alweer? Of hoe moet ik daar nou op aanhaken? Wanneer begint het ook weer? Want volgens mij is dat ook verschillende keren door het hele jaar heen. Ja, ja. Dat ze dat soort cursussen starten. Schroom vooral niet. Ga met mensen in gesprek. En dat heb je ook zelf ook vanavond heel duidelijk gezegd. Ook als het om kleine dingen of grote dingen gaat. Zoek die vertrouwenspersoon. Die persoon die je in je omgeving vertrouwt. Maak communicatie open. Want dat geeft je zoveel vreugde in het leven. Want daar ben je wel een open boek en getuigenis van geweest vanavond, Marijke. Zeker. Ja, ik heb nog een vraag. Ja, de laatste vraag dan. Komt er nog een boek, Marijke? Nou, wie weet. Op het moment hou ik me in. Maar het lijkt me wel heerlijk om weer te schrijven. Maar wat precies weet ik nog niet. Oh, dat schrijven van jou. Dan wordt vervolgd. Dan komt er nog een keer in de uitzending. Zeker. Ja. Dankjewel dat je er was, Marijke. Heel graag gedaan. En Marijke, ook weer bedankt voor vanavond. Graag gedaan. En, tot... Echt een heerlijke avond. Ik ook. En tot de volgende.